Je zegt, je weet wat er speelt rondom de club. Jij bent de aanvoerder. Is jouw taak los van je blessure dan nu ook groter? Komen mensen meer naar je toe? Heb je meer gesprekken met Matthijs Manders, met de trainer? Nee, eigenlijk helemaal niet. Want ja, ik, wij horen eigenlijk hetzelfde als, uh, ja, als, 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 als iedereen. En, uh... Ja, af en toe krijgen we natuurlijk wat informatie van Manders en dat is dan gewoon voor de hele groep. Dus iedereen weet gelijk. En uh, natuurlijk kunnen ze altijd voor vragen terecht bij, bij verschillende mensen. En, uh, maar er valt, ja, er is gewoon heel veel onduidelijkheid ook bij ons. En, uh, maar wij sluiten ons daar wel zoveel mogelijk vooraf. Dus. Doet zo'n bezoek jullie dan goed van Matthijs Manders? Mm, ja, nou, kijk, het is wel lekker als de mensen zeggen dat, uh, dat je geen zorgen hoeft te maken, of in ieder geval uh, de komende periode. En, uh, maar goed, die worden, ja, het moet gewoon blijken. En, uh, het is heel veel, heel veel gedoe rondom de club. en uh, ja, dat, is, dat is niet lekker. Maar goed, uh, ja, wij zijn hetzelfde als supporters. Denk ik. Wij worden ook moe van al die berichten over, over, uh, over de gang van zaken. En uh, ja, goed, wij hebben er totaal geen invloed op. Een van de dingen die bij jullie in de groep spelen zijn de premies. Hebben jullie die nu in de koelkast gezet? Nu de club in zwaar weer verkeert, ook op andere vlakken? Ja, uiteraard. Daar, daar zijn we totaal niet mee bezig ook als, als, als spelersgroep. En, uh, ja, wat je zegt, in het begin van het zoen zijn we niet uitgekomen. en dat is, uh, ja, Het is ook niet eens met onze handen. Wij, wij, wij laten het op dit moment zoals het is en uh, zijn belangrijke dingen op dit moment. En wat houdt dat dan expliciet in? We laten het zoals het is. Er gebeurt nu niks. Nou, Er gebeurt nu niks en er zal ongetwijfeld nog over gesproken worden. Maar wat ik zeg, uh, ik denk dat de heer Manders wel andere dingen aan zijn hoofd heeft en de hele directie en de hele club. Dus dat, uh, ja, dat is op een laag beetje gezet. Is het eigenlijk een gebaar dat jullie als team zijn die ook achter de heer Manders gaan staan en achter de club gaan staan? Nou ja, sowieso achter de club. En natuurlijk moeten we ook vechten voor, ons eigen, voor onze eigen dingen. Maar uh, ja, nogmaals, ik van herhaling. Maar dat, dat is het nu even niet belangrijk. En natuurlijk zullen we ongetwijfeld als het weer rustig is, uh, de gesprekken gaan uh, voeren. Maar uh, ja, dat is er nu niet aan orde. Maar spreek je dan ook spelers die hier wel over beginnen in de, in de kleedkamer erop aan van. joh, Even je mond houden. Het gaat nu om andere dingen. Nou ja, voor. voor uh... Ja, Voor de, al het gedoe, laat ik het zo zeggen, is het natuurlijk wel gesproken. En uh, hoe staat het ervoor? Maar nu is eigenlijk iedereen heel. Uh, iedereen, niemand vraagt meer om en iedereen weet wel hoe het zit. En, uh, dus ja, dat, dat, dat zit wel goed. Het is een uh, bijzaak op dit moment. Ja, sowieso ja.